Hein Vergeer, vanavond hier in vak 111 bij de cd-uitreiking van Wesley Bronkhorst. Wat heeft Hein Vergeer met Wesley Bronkhorst? Nou, ik heb Wesley al een groot aantal malen op evenementen gehad die ik mocht organiseren. En ik vind het een waanzinnig leuke vent, die ook nog eens een keer heel erg mooi kan zingen. Dat heeft hij vanavond alweer bewezen met zijn nieuwe cd die hij uitbrengt. En ik mocht de nieuwe cd overhandigen. Dat vond ik heel erg leuk. Ik had Wesley al een aantal malen gezien en ik sta op een gegeven moment op een receptie en dan moest hij zingen. En ik stond een gezellig biertje te drinken aan de bar en we staan even met elkaar te kletsen. En hij vraagt aan mij, en dat was naar aanleiding van het programma Sterren Dansen op het IJs. Moest je er nou heel veel voor trainen? Kon je al een beetje schaatsen? Nou, dat heb ik voor de rest geen aandacht aan geschonken. En het bleek namelijk, Wesley is van 1982 en die wist niet dat ik buiten dat beetje kunstschaatsen wat ik gedaan heb, ook nog wel een andere carrière had gehad als lange baan schaatsen. Dus ik heb wat meer met schaatsen dan Wesley, geloof ik. Ja. De meeste Nederlanders loopen al, gelul allemaal Nederlandse muziek. We hebben ontzettend veel mooie Nederlandse muziek. Als ik naar mezelf kijk, dan denk ik dat ik altijd ontzettend genoten heb van André Hazes. Zoals wij allemaal, denk ik. Heel veel nummers die toch altijd een speciale herinnering oproepen. Nou, hij heeft er eigenlijk ontzettend veel. En als je door zijn carrière heen kijkt, ik denk degene waar ik het meest op mee gebleerd heb is Bloed, Zweet en Tranen. Dat hebben we er heel